die kamer hier op het eind. We hebben 93 kamers. Dit is nog de enige nog beschikbare kamer in het hotel? Ja, klopt. Die, die hopen we vanavond nog aan te verhuren. Wat is jullie bezetting? Gemiddeld tussen 96 en 99% op jaarbasis. Afgelopen jaar zaten we er iets boven, 99,15%. Dus dat is heel netjes. Kou, hitte of regen, Amsterdam is hoe dan ook populair bij toeristen. Januari was altijd de rustige maand. In 2012 werden er nog 616.000 nachten in een hotel doorgebracht. Dit jaar komt het aantal sowieso boven de miljoen. En daarmee is januari nu 70% drukker dan 6 jaar terug. En wat we al een tijdje zien, is dat de seizoenen verdwijnen. Het is een alle maanden druk. En het kan ook heel goed zijn dat we het komend jaar elke maand meer dan 1 miljoen overnachtingen zullen registreren. Ja, en dat heeft u nog nooit eerder gezien? Nee, dat is nog niet eerder geweest. In 2012 kwam het aantal alleen in juli en augustus boven die grens. Daar kwamen eerst mei en oktober bij, daarna de rest van de zomer en het najaar. En nu zijn de 12 maanden dus compleet met januari en ook december erbij. Hallo, good afternoon. Zelf ervaar ik het ook wel, dat je denkt van god, de sfeer is leuker. Vroeger had ik altijd zoiets van Londen, Parijs, dat zijn echt kerststeden. En ik denk dat we aardig bezig zijn. We hebben natuurlijk het Light Festival, wat toch ook heel veel mensen naar Amsterdam trekt. Dus de stad wordt wel populairder. Het totale aantal hotelovernachtingen per Amsterdammer is met ruim 30% gestegen. Van 13 in 2012 tot 17 afgelopen jaar. Dat die zich over het jaar spreiden is een goede ontwikkeling, zegt Amsterdam Marketing. Het is een mooie stad en er komen nou eenmaal mensen naar de stad. Dat is een feit. Dus je kan zeggen, we hebben ze allemaal hier in mei. Maar dan worden we helemaal gek in mei en juni bijvoorbeeld. En het is fijn als je al die mensen kan spreiden over de 12 maanden die we hebben. Maar wat jullie betreft, mag het nog wel wat drukker worden? Of? Nee, het is goed zo. Het is, we mogen niet klagen en zijn zeer tevreden. En dat is goed, ja.